Welkom bij Remea Visuele Instructies Verwarmingssysteem vullen. De waterdruk in je verwarmingssysteem moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. In deze korte instructievideo laten we zien hoe je eenvoudig het verwarmingssysteem kan vullen. Zet de kamerthermostaat op een zo laag mogelijke waarde. Draai de kranen van alle radiatoren volledig open. Lees de waarde af die de drukmeter aangeeft. Trek nu de stekker van de verwarmingsketel uit de wandcontactdoos. Wacht met bijvullen totdat de radiatoren koel aanvoelen. Verwijder de afsluitdop van de vulkraan. Sluit de vulslang met een koppeling aan op een koudwaterkraan. Houd het andere uiteinde van de vulslang boven een emmer. Sluit de koudwaterkraan zodra er water uit de slang loopt. Bevestig de slang met de koppeling stevig aan de vulkraan van de installatie. Draai de koudwaterkraan heel langzaam open. Draai de vulkraan van de cv-installatie langzaam open. Draai de koudwaterkraan dicht zodra de installatiedruk 2 bar is. Laat de vulslang aangesloten. Steek de stekker van de verwarmingsketel weer in de wandcontactdoos. Lees de waterdruk af die de drukmeter aangeeft. Herhaal de bijvulprocedure als de installatiedruk lager is dan 1,5 bar. Draai de vulkraan dicht. Koppel de vulslang van de vulkraan af. Let op dat je de koudwaterkraan en de vulkraan eerst goed sluit voordat de slang wordt afgekoppeld. De slang staat onder druk. Gebruik een doek om het lekwater op te vangen tijdens het losdraaien van de slangkoppeling. Koppel de vulslang van de koudwaterkraan af. Draai tot slot de dop weer op de vulkraan. U bent nu klaar met het vullen van het verwarmingssysteem. Optioneel bieden wij een unieke accessoire aan die u helpt het water eenvoudig bij te vullen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw installateur. Alleen toepasbaar op de complete Cera product range.